Hey, hey, welkom, welkom. We zijn in GTA. En GTA is niet zomaar GTA, want GTA is anders. GTA is vandaag anders, jongens. We zijn hier bij de Eiffeltoren staan we. En we gaan vandaag met de speedboot die ik klaargezet heb, die waarschijnlijk inmiddels al helemaal daar inderdaad is heen gedreven. Gaan wij een best wel cool avontuur tegemoet met z'n allen. Weet je, wij zijn aan het banden met elkaar, waardoor we nog een betere relatie krijgen. Wij, jij en ik, jij daar. Absoluut. Maar nee, we gaan een militaire, geheime militaire basis opzoeken. Dat is niet heel geheim, want er staan letterlijk gewoon... Dat zijn waterpionnen, ik weet, vergeet hoe ze boeien. Dat was het, ik zei waterpionnen. Maar het zijn boeien die leiden er naartoe. We gaan erheen, maar voordat de video begint wil ik jullie allemaal even erop attenderen. Dat je moet liken, want we gaan voor 2000 likes. Dan weet ik of het leuk is. Als we 2000 likes halen, dan weet ik dat jullie het leuk vinden. Nou, we zijn op de speedboot. Joink! We gaan erheen, maar we zijn een beetje Jesus Christ, wat is die aan het fucking vliegen? Ik ben toch met de speedboot naar de fucking plane? Oké, maar kijk, hold on. We gaan... Joink! Zo zijn we wat sneller. Joink! Ja, overigens, dit is ook een vlieglesvideo. Oh, kijk, daar zie je al een boompie. Een boompie. Kijk, kijk. Daar is hij. Hoe epic is dat? Oh jee, hold on. We zijn er bijna. Daar is hij. We zijn bij de militaire legerbasis op de water. Yeah. Ik ben benieuwd. Ik heb de politieskin aangezet. Ik dacht, dat is ook wel leuk altijd natuurlijk even een politieskin aanzetten. En dan kan ik hier ergens aanmeren, denk ik. Ik denk hier. Ik zie hier al een boot. Ik zag al een paar kleine eilandjes. Maar die eilandjes zijn natuurlijk niet zo heel special of zo. En die boot daar, die is wel cool. Die was groen voor some reason. Oh, niet meer. Die is hier goed. Oké, kan ik hier ergens aanmeren? Ik vind dit een hele mooie plek. Jezus, hé, wat een golven. Holy crap, hier. Hoezo kan ik nog steeds doorrijden? Ik kan doorrijden op die jetski. Hoezo kon ik doorrijden? Dat zal wel. We zijn aanwezig. Hallo, welkom op de legerbasis. Maar dan op het water, want dat is veel cooler. We hebben hier dozen en pallets. Dat was het weer. Nou, dankjewel. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Tot de volgende keer. Nee, maar voor real, we gaan even kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. Want ik heb heel even snel eroverheen gevlogen natuurlijk om te checken of hij er al in zat, weet je. Maar verder heb ik zo min mogelijk bekeken, zodat ik dat nu gewoon met jullie kan doen. En op avontuur kan gaan en zo. Hoe cool is dat? We hebben hier, ik heb geen idee wat hier allemaal staat. Er staan vooral gewoon pallets en hout en metaal. Oh, kijk, we hebben hier bommen gevonden. We hebben hier instant bommen gevonden. Very epic. En we hebben hier een of andere massive kraan. Kan ik erop klimmen? Dit is klimmen. Dit is de nieuwe klimmen. Zo, kijk, geklommen en zo, heel leuk. Dan heb ik misschien een beetje... Oh damn, ik loop ook echt gewoon de lame kant op. Ik denk, nou, ik ga hier naar rechts, weet je, epic. En dan vervolgens kijk ik terug en is daar nog een hele... Ja, weet ik veel wat het allemaal is. En ik zie een deur, een soort kluis, daar gaan we ook zo heen. Ja, dit is het gewoon, dit is niet zo heel bijzonder of zo. Oh, dat was dus wel een ladder. Oké, we gaan even verder rondkijken. Ik zie nog meer pallets, allemaal heel, heel interessant al die pallets, hoor. Echt, dat is waar ik voor gekomen ben. Hier controlehonkie of zo. Een of andere controlehonkie. Ik weet niet wat dit hier allemaal is. Een soort radiatoren. Zo, dat woord was moeilijk. Hier kan ik doorheen. Het is wel allemaal goed beveiligd. Hier heb je gekke bunker. Het is een beetje rare plek voor een bunker. Maar ik bedoel, bunkers zijn bunkers. Nog meer bunkers. En kijk, hier is de kluis. Die zag ik van afstand net. Ik zag hem. Oké, wat is dit allemaal voor gekke shit? Een soort servers. Camera's, kan ik dat kijken? Van de trein. Ze hebben camera's van de trein. Oké, en geld! Jongens! Wat kan ik hier allemaal doen? Zo, dit is wel sick hoor, dit. Dit is oprecht wel sick. Holy shit, gekke kluizen ook gewoon. Hier is water. Water is altijd goed. Je hebt hier nog veel meer. Holy crap man. Dit is wel echt sick gedaan. Is het de bedoeling überhaupt dat hier water zit? Want ik zie een trap naar beneden gaan. Maar die stopt. Oh, die stopt gewoon. Dat is gewoon de trap om erin en eruit te gaan. Oké. Wat heb je nog meer? Je hebt een soort... Dit lijkt wel goud gewoon. Echt een... Oh, dit is ook gewoon goud. Holy crap. Dit is gewoon... Wat heeft dit met de legerbasis te maken? Dit is toch gewoon... Of is het überhaupt wel een legerbasis? Ben ik hier gewoon aan het lullen en dat het gewoon een secret base is of zo? I don't know. Ik dacht altijd dat het een legerbasis was, maar het lijkt helemaal geen legerbasis te zijn. Moet je nagaan hoe weinig ik hiervan gezien heb. Of is het wel een legerbasis? Ik heb echt geen idee. Het is een basis. En hij is niet leeg. Dus het is geen legerbasis. Hey, wat dachten we daarvan? We hebben hier radioactieve meuk. We hebben hier Ron. Hey Ron! Ja, en that's it. Wat heb je hier? Wat is hier allemaal? Gekke bommen. Vooral bommen, torpedo's, weet ik veel wat voor meuk er allemaal zit. Heb ik een politiewapen? Nee, nu wel. Hier, ik heb een taser. Ga alles kapot taseren. Oh, ontploft het als ik op dingen schiet? Oh, daar ben ik heel benieuwd naar. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Oké, test 1. Met een klein pistool. Ontploft het? Nee, niks ontploft. Althans, zie je niks. Hold on. Test 2!
Waarom gaat dat ding zo raar? Oké, daar ontplofte duidelijk iets anders dan wat ik schoot. Oké, maar niks wil verder ontploffen. Hier ook niet. Nee, hier wil ook niks ontploffen. Oké, nee, het is een goed beveiligde beest, jongens. Het is wel echt een goed beveiligde beest. Dat is oprecht wel epic. Wat hebben we nog meer? Kan hier shit ontploffen? Ik ben nu gewoon op een ontploffingstreak. Ik wil gewoon dat shit kapot gaat. Wow! Oké, hier ontplofte dus duidelijk iets. Oh, kijk, dit kan ontploffen. Dat vind ik leuk. Hier, deze is eigenlijk beter. Boing! Joing! Nee, oké, maar we gaan even verder kijken wat er nog meer is. Want hier is ook allemaal gekke shit. Ik doe mijn wapenstok in mijn handen. Zo. Dit is denk ik een soort helikopterplatform, gok ik. Waar weet ik van wat, waar helikopters mogelijk kunnen landen. Er staat geen H of zo, maar wat moet hier anders zijn? Gewoon een botenplek. I have no idea, dat noem je een haven, Max. Een botenplek. Oké, wat is er nog meer? Ja, die meuk hier, dat heb ik allemaal gehad. We gaan hierheen, want dit heb ik totaal niet ingepland. Wow, er staat een straaljager. Hoe komt die daarna? Wauw, die is niet door mij ingespand. Echt, ik zweer het. Die moeten we maar even mee vliegen nu, hè, want dit is een opslagbaan. Hè? Nee, dat is echt wat een toeval. Wat leuk voor de video dit, dat die deze straaljager hier zo staat. Nou, daar gaan we, hé. Daar gaan we. En 1, 2, 3. Joink, joink, joink. Oh, trouwens, het is een Hydra, dus ik kan ook gewoon zo opstijgen. Kijk, heb je nog een boot. Daar is nog een boot, jongens, met zo'n Hydra of dit. Dan kom je achter veel meer dingen. Kijk, er is daar ook nog gekke shit bovenop. Wat is er nog meer? Oh, hier stonden andere dingen. Een soort kranen of zo, maar die zag ik weer niet. Oh jee, oh jee. Nou, even kijken hoor. Dit is het eiland van afstand. Hij is wel ziek hoor. Ik moet wel zeggen, het is wel echt een ziek eiland. Het is oprecht echt een heel fucking dope eiland. Met allemaal gekke shit erop en eraan en erin. En we gaan even kijken daar bovenop. Let op. Oh, ik kan dit. Komt-ie. In 3, 2, 1. Eject. Joink! Openen. Hier, dit is de... Oh god, boom. Oh jee, oh. Oké, je hebt hier nog meer... Wow, wat de hel, de ladder. Je hebt hier nog meer gekke shit. We gaan hier omhoog klimmen. We gaan gewoon alles onderzoeken. We moeten alles onderzocht hebben om te weten dat dit best wel een dope eiland is. Ook al weten we het al, maar deze is volgens mij echt exact hetzelfde ding waar ik eerst was. Maar dan met een groter draaiend ding erbovenop. Ja, very cool. En zo. Ho, ho! Moet je zien, hé. Dit valt me nu ook pas op. Je hebt hier gewoon... Ik ben trouwens helemaal hier. Ik was net daar, maar ik ben inmiddels hier. Je hebt echt gekke... Glitch? Ja, gekke sentries heb je gewoon. Holy crap, dat is wel echt sick. Je kan ze niet schieten, dat is dan wel jammer. Maar ze zijn er. Ik bedoel, dat is cool. Sentry guns. Kijk dan, hier. Je ziet mijn pet misschien heel raar bovenop. Misschien dat ik het zo beter zie. Kijk, hoe fucking sick is dat? Dat is oprecht best wel sick. In het begin ben ik gewoon eigenlijk gewoon straight up langs gelopen vooral. Oh, je kan ook nog de boot op. Oh, dat vind ik cool. Joink. Nice, dat is... Epic? Wat? Ja, dit is hoe een boot werkt voortaan, jongens. Dit is hoe een boot werkt. Deal with it. Oké, dan gaan we dit hier alles opblazen. Dat doen we dan. Joink. 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 En... Holy crap, we gaan gewoon het hele eiland... Hele eiland moet kapot! Eiland moet kapot! Yes! Ja, gewoon een simpele, normale dag zo in het leven op dit eiland. Niks aan dan, niks... Oké, ik vraag me af hoe dit eruit... Ik denk dat dit eiland er veel zieker uit zou zien als het echt één mega grote storm zou zijn gewoon hier. Dat alles helemaal naar de fucking poep gewoon naar de poep zou gaan. Door een storm. Ja, ik denk ook dat er nog ergens een secret room of zo zit, weet je? Gewoon like een... I don't know. Gewoon iets geheims. Want het is te groot. Hold on. We gaan kijken. Ik ben trouwens brandweerman geworden. Oh man. Oh, dus hier legit wat. Dit ziet er eigenlijk meer uit als iets broken. Dus we gaan gewoon F2'en. Even kijken. Is hier iets... Wat? Hier is oprecht gewoon gekke shit geplaatst. Zit hier gewoon een of ander scary alien ship? Oh my days. Ze hebben legit wat gedaan. Dit is legit, jongens. Trust me. Echt. Ik vroeg het me oprecht gewoon af of hier wat zat hier beneden. Dit is de enige plek waar ik namelijk nog niet gekeken had in het water. Het is ook gewoon veel te donker. Kan ik in het alienschip? Nee, hè? Oeh. Wow. That's weird, man. Dit is oprecht heel weird. Oké, dus er zit ook gewoon nog een FIB... Dus de FBI zit erachter, jongens, of de FIB. Oh nee, de overheid. Ze liegen tegen ons. Maar ja, ik bedoel, er zit dus wel gewoon iets cools. En het is helemaal hier beneden opgesloten. Dus ik had gelijk. Ik ben echt de beste detective die er bestaat. Het is echt niet normaal. Jullie zouden me allemaal in moeten huren. Maar, waar ik even op terug wil komen. Het weer. Ik ga het helemaal fucked up weer laten worden. Oké, we hebben nu echt heel weird
iets gekozen. Het is helemaal groen en... Het lijkt wel radioactief, maar het past er op zich bij... Nee, dit is gewoon echt super ugly. What the hell, man. Zo, straaljagertje. Opstijgen. Hoppakee. En, oké, nu zie je dus legit niks meer. Nu ben ik alles kwijt. Oké, jongens, we gaan hem zoeken. Hier is hij. Oké, dit ziet er... op zich wel cool uit. Straaljager was geen succes. We doen een ander weer, want ik kon hier niet mee vliegen. Kijk, nu creëer je al helemaal een soort raar horror effect. Holy crap. Dit is oprecht heel ziek. Hoe het nu is gefixt, het is best wel gewoon scary. Het is oprecht best wel scary. Wacht, ik ga hier een goede skin verkiezen. Hier, we hebben een goede skin. We zijn een aap. De aap, ik dacht deze situatie heeft een aap nodig. Dus look at that ass. Nee, maar legit. Dit is oprecht best wel scary hoe het nu is gedaan. Hoe nu het weer gewoon fucked up is en zo. En de kleur van de lucht. En je ziet bijna geen shit. Holy shit, man. That's pretty epic. Maar ja, jongens, dit is de lege basis. Dat niet de lege basis is, maar gewoon eigenlijk een basis op zichzelf. Very epic. Very nice. Very cool. Wat is dit voor zieke room? Oh, damn. Deze heb ik helemaal nog niet gezien. Je zit gekke... Wat is het? I don't know. Het draait rond. Het is cool. Het is een reactor. We houden het bij een reactor. Nee, dit is oprecht heel cool gedaan. Oprecht heel cool gedaan. Kan een aap een ladder klimmen? Een aap kan... Tuurlijk kan een aap een ladder klimmen. Wow, nu is het, what the hell, nu is alles ook gewoon red. Nu is het al helemaal dark. Look at the island, man, hold on. Holy shit, check dit dan. Dit is wel echt sick, met die rode opstijgbaan hier. Nou, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik in ieder geval wel. Ik hoop dat jullie er zin in hebben, ik in ieder geval wel de... Doe allemaal even een duimpje omhoog. Even 2000 likes, wat ik zei, de aap die wil het, anders wordt de aap mad. Boos. Dankjewel voor het kijken, doe een duimpje omhoog, ik zie je de... volgende keer. En als jullie vaker willen dat ik modded shit ga testen, comment het even. Comment even Max. Max, plak eens de kakkes. Ik wil vaker dat jij mods gaat testen. Maar ik wil ook dat je het met mensen gaat doen of ik wil dat je het alleen gaat doen. Dat zijn helemaal jullie. Dus dankjewel voor het kijken naar de video. Ik zie jullie de volgende keer. Spreek je later. Glaasje water. Telt het 4. Flesje bier.